Goeiedag, het was een mooie vrijdag met af en toe zon, vrij hoge temperaturen. In het zuiden werd het lokaal 20 graden en er stond maar weinig wind op veel plaatsen. Nou, ook het weekend staat in het teken van redelijk mooi nazomerweer, vooral zaterdag. Dus zondag wordt de situatie een beetje complex boven onze omgeving. We komen namelijk recht boven de begrenzing te liggen tussen hele warme lucht uit het zuiden en koude lucht uit het noorden. En dat gaat zijn gevolgen hebben voor het weer bij ons op leefniveau. Nou, daarover dadelijk meer. In eerste instantie zien we vandaag en ook morgen redelijk veel bewolking over ons land trekken, maar geleidelijk aan schuift die zon met bewolking ietsje verder naar het noorden. De meeste regen valt ook boven de Noordzee en bij ons in de omgeving is het zeker morgen overdag overwegend droog, met vooral in het zuiden vrij veel ruimte voor de zon. Later schuift over het noorden en noordoosten een bandje met wat regen of motregen en dat zal ook in de nacht naar zondag nog aanhouden. Daarna zien we die hele band langzaam naar het zuiden schuiven. En dat betekent dat zondag op veel plaatsen wel eens wat kan tegenvallen. Nou, dan kijken we even naar de temperatuurkaart. Dit is de temperatuur op ongeveer 1,5 kilometer hoogte. Nou, hier zien we prachtig de luchtsoorten terugkomen. En hier met name zondag dus Nederland precies op de grens tussen de warme en de koude lucht. In de nieuwe week breidt die warme lucht zich heel langzaam weer uit over onze omgeving en dan zullen de temperaturen dus steeds verder weer omhoog gaan. Op de lange termijn, hier, nadert een koufront met dus veel koudere lucht erachter. En daar komen we in de loop van volgende week terecht. Dat is hier heel mooi te zien. En dan gaan de temperaturen echt een stuk naar beneden. Dat is nog wel ver weg, maar het zit er waarschijnlijk wel aan te komen. Nou, dit weekend hebben we daar nog niet mee te maken. Vanavond en vannacht is het in eerste instantie meest bewolkt. Met name in het midden en noorden van het land. Met in het noorden ook her en der een spatje regen. In het zuidoosten komen opklaringen voor. En temperaturen die dalen naar zo'n 10 tot 14 graden. Onder de bewolking in het noordwesten blijft het wat zachter. Met daar een graad of 16. Ook morgen zijn we in die vrij warme lucht met temperaturen van gemiddeld een graad of 20. Maar de verschillen worden wel vrij groot. Op de Waddeneilanden zullen we temperaturen terugzien van hooguit een graad of 16. In het midden van het land, een beetje afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn, 20 tot 22 graden. En in het zuiden, en met name in het zuiden van Limburg, daar is het vrij zonnig met maxima misschien tot wel zo'n 24 graden. Nou, de wind waait meestal uit het westen, is meest matig van kracht 3 of 4 in het noordelijk kustgebied. Af en toe vrij krachtig en dat is een windkracht 5. Ja, en dan komt die zondag. Die zon met bewolking en wat regen schuift dus geleidelijk naar het zuiden, komt zo'n beetje dwars over het land te liggen. En dat betekent dat zondag op veel plaatsen toch een wat grijze dag zal worden met een naar noord tot noordoost draaiende wind. Daarmee komen we dus tijdelijk in de koudere lucht terecht, waardoor de temperaturen flink lager uitkomen. In het noordelijk kustgebied blijft het kwik waarschijnlijk al steken op zo'n 14 of 15 graden. In het zuiden kan het lokaal nog 18 graden worden, maar de 20 halen we waarschijnlijk dus nergens meer. Nou, die wind, meest matig, af en toe vrij krachtig uit de noordoostelijke richting, maakt het voor het gevoel dus ook echt een stuk frisser. In de nieuwe week keert die warme lucht vanuit het zuiden weer terug. En met name dinsdag en woensdag worden dan hele mooie dagen. Met vrij veel ruimte voor de zon en temperaturen van gemiddeld zo'n 22 graden. Maar in het zuiden van het land zou het misschien lokaal wel ergens 24 of 25 graden kunnen worden. Later in de week neemt dan de kans op een enkele bui toe en gaat de temperatuur weer omlaag. En dat zien we ook op de pluim. Tot en met woensdag of donderdag maxima omstreeks 20 graden. Daarna zet de temperatuur een daling in en richting volgend weekend en het begin van de week daarna, ja, komen we uit op hooguit nog een graad of 12 à 14. En dat is dan toch wel iets aan de koude kant voor de tijd van het jaar. Ik wens u alvast een goed weekend.